Velen hebben wat te vieren. Maar mensen, met al dit vuurwerk, u kent de risico's. Elk jaar vallen er slachtoffers. Elk jaar vallen er wel nieuwe slachtoffers. De dood, mensen, de dood staat voor ogen. De vraag is, wanneer zult u sterven? Wanneer zult u sterven en komen te staan voor een heilige God? De God, de schepper van dit universum. De schepper van ieder mens. Waar gaat u heen, mensen, als u sterft? De Bijbel zegt, God is een verterend vuur. Een verterend vuur. Een verterend vuur, mensen. Geen zondaar, geen hypocriet. Geen hypocriet, geen zondaar en geen afgodendienaar zal het koninkrijk van God beërven. Geen dronkaard, geen moslim, geen boeddhist, geen hoerenloopster, geen prostituee. Geen geldzuchtige en geen dronkaard. Geen dronkaard zal het koninkrijk van God beërven. Maar gaan naar de hel. Ja mensen, de hel bestaat. De hel is eeuwig. En ieder van jullie zal komen te staan voor zijn troon. Niet Mohammed kan u redden. Niet Boeddha kan u redden. Alleen Jezus Christus. Jezus is de weg, wat is met de waarheid en het leven. Er is geen andere weg tot de Vader dan door mij. En weten mensen, ondanks de leugens van de vele valse kerken in dit land met hun hypocratie, weet u dat de Bijbel zegt? Psalm 5 vers 5. God haat de zondaar. God haat de zondaar. En het feit is dat velen hier van jullie in jullie zonde leven en op weg zijn naar de hel. De Bijbel zegt, de rechtvaardigen zullen de aarde beërven. Maar zij die de ongerechtigheid bewerken, zullen in het vuur geworpen worden. De hel is de duisternis, afgescheiden van alles wat goed is. Van alles wat leven geeft. De Bijbel zegt, breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn daarop. Velen zijn op die brede weg die leidt regelrecht naar spoedige dood. Mensen, er is een feit dat 10 van de 10 van jullie zullen sterven. De Bijbel zegt, het is een mens gegeven te sterven en dan komt het oordeel. De Bijbel zegt, het licht is in de wereld gekomen
En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Wat doet u met dit leven? Uw korte leven, wat niet meer is als een zucht in de wind. Vrees God en houd zijn geboden. De Bijbel zegt. De Bijbel zegt. Haat dan uw eigen moeder, uw eigen broer of zussen. Je haat zelfs uw eigen leven. En volg Jezus Christus. Neem het kruis op u. Leg uw leven neer. Verneder uzelf voor hem. En hij zal u verhogen. Het loon van de zonde is de dood. Dit is de tweede dood. De dood van de ziel. Wat is je boodschap vandaag eigenlijk? Vraag ik me even kort af. Dat mensen zich bekeren, zich afkeren van alle zonden en tot Jezus Christus om het eeuwige leven te krijgen. U waard. Wat is uw ziel? U waard, mensen. Een beetje genot. Een beetje genot. Het genot van de zonde is van korte duur. Mensen, stop met uw zonden. Jezus zei, wees heilig zoals mijn vader heilig is. Stop met je dronkenschap, jongeman. Stop met je dronkenschap. En je ellendige, trieste wegen. Waar jezelf tot beschikking toe stelt, daarvan ben je een slaaf. Nee? Oh, hebt u het leven al? Hebt u het leven al? Ik heb een leven gevonden. Het leven in Jezus Christus. Jezus. Buiten Jezus Christus is er geen leven. Niet Maria, niet de katholieke kerk. Dat is doden aanbidding. Nee. Alleen hij door Jezus Christus. Hij staat niet aan. Oh, jawel. Nee, ik hoor niks, man. Ik hoor niks. Nu wel. Nee. Nu wel. We gaan hem aanzetten. Hij staat niet aan. Ja, hij staat zeker aan. Oké. Waarom? Wat doet u met uw leven? Wat doet u met uw leven, mensen? Waar geeft u uw tijd aan? Waar spendeert u uw tijd aan? Waar geeft u uw affecties aan? Wat is er belangrijker in dit leven dan de almachtige, heilige, rechtvaardige God te dienen? Waarom zult u sterven voor uw tijd? Waarom zult u sterven voor uw tijd, mensen? Kies dan voor het leven en leg uw leven neer. Vrees God en houd zijn. Vrees God en houd zijn geboden. Elke daad gedaan. En elke gedachte die bij u is opgekomen. Wat moet ik zeggen?
drinken. Er is maar één weg. Man, de Nijboer! Oh nee! Man, de Nijboer! Dit leven is te kort. Te kort om te verspillen. Te verspillen aan uw tijdelijke pleziertjes. Jezus Christus is de Zoon van God. Het vlees geworden wordt.